Alleen al het begin van het filmpje is betoverend. Ja, echt super gaaf. De stilettonagel die je ziet is gemaakt met colored acrylics. En daar heeft ze mesh, dus dat is kant ingeduwd. Ja. Gecombineerd met aquacolors. En daardoor heb je die hele mooie lange verlenging. Ja, en volgens mij begint ze nu al met het hoofdje, hè? Ja. Nou, ze gebruikt de Proformula acrylpoeders. Ja, de neonkleuren. De vooral de orange, yellow en pink. Roze. En extra white van de Prestige. En eigenlijk is nu het snaveltje aan het maken. Ja. Een heel mooi klein snaveltje voor zo'n hele lange nagel. Ja. Ja, alleen die ondergrond is al geweldig, hè? Ja. Zeker als je daar straks het roze ook op ziet. Want dat spat er natuurlijk vanaf, omdat het complementair is. Ja, precies. En ze werkt ook met de detailer nummer 3. En ze heeft het oogje hier vastgezet met een bolletje acryl. Wat bijzonder weer met de detailer nummer 3, hè? Ja, want toen net begon ze met de ultradesigner. Ultradesigner, ja. Maar ja, de detailer nummer 3 is natuurlijk gewoon Kolinsky. Dus dan kun je gewoon met acryl werken. Misschien moet je dat toch maar eens proberen. Ja, je hebt natuurlijk wel echt een heel scherp puntje dan, hè? Heel klein. En zeker voor dit soort een beetje bloemachtige, ja, ik noem dit altijd een bladvorm. Zo'n kuipje eigenlijk. Kun je dat heel mooi met die ronde buik van dat penseel verwerken. Hmm. En nu is er eigenlijk overal een beetje schubjes. Ja, hele kleine schubjes. En dat zou natuurlijk wel een enorm werk zijn als je die hele nagel op deze manier zou moeten gaan opbouwen. Ik vroeg het me al af, hoewel, maar volgens mij doet ze het anders. Dat wel had ver, ik dacht dat wel. Ja. Maar zo direct gaat ze daar een trucje voor gebruiken. Ja, ja, heel slim. Je kunt ook echt in de ondergrond zien dat ze echt een beetje dat schubben effect heeft. En wat ook leuk is, je kon zien dat ze op palet de acrylpoeder aan het mengen is. Ja. Terwijl hij nat is en dan laat ze hem liggen en dan pakt ze daar stukjes van af. Dus in tegenstelling tot hoe ik traditioneel dat zou doen, iedere keer een bolletje oppakken. Mm-hmm. Zij neemt een bolletje, legt het op de palet, pakt er nog wat kleur bij, snijdt het in tweeën en gebruikt dan op twee plekken het bolletje. Ik verwacht dus dat ze ook met gewone liquid werkt, niet met gemengde liquid, om die verwerkbaarheid te houden. Heb je iets langer tijd. Het zijn de oogleden, hè? Ja. Ja, het nu al gaaf. Ja, het is nu bijna een soort pioenroos. De focus ligt natuurlijk echt op dat, ja, op dat oog, op dat stuk van dat gelaat. Zo direct dat hele lichaam en die vleugels, dat wordt er natuurlijk aan toegevoegd. Waardoor het nog meer drama. Ik heb het heel vaak over drama, maar bij dit soort nagels is het ook het enige wat in me opkomt. Mm-hmm. Kijk, daar zie je dat mengen goed. Ze gaat nu ook naar een ander penseel, een gewoon acrylpenseel, een penseel nummer 8. Nee, vergis me, dit is een Ikebana. Ja, als je dit met je detailer 3 moet doen, dus dat is ook weer heel slim gebruik. Ja. Ik vind het echt heel frappant dat ze dat mengen op het palet doet. Ja. Ik denk dat als hij een keertje naar Nederland komt, de volgende keer, dat we echt even moeten gaan vragen aan haar, hoe bedenk je dat nou? Kijk. Daar komt dat stukje, kant, mesh. Ja. En dat duwt ze erin. En tjoek, iets omhoog te trekken. Dat je toch echt schubben. Ja, schubjes krijgt. Tof, hè? Moet je natuurlijk wel snel genoeg zijn, hè? En daar gaan dan nog wat veertjes van die gele veren nog wat overheen. Om die diepte te krijgen. Is natuurlijk niet het enige wat ze doet, hè, om die schubjes te krijgen. Want dan gaat ze zo direct ook nog highlights aan toevoegen. Tuurlijk, maar dat hoort wel bij Julia. Hè? Echt supermooi. De crushed opals. Ja, ze gebruikt ook heel veel, of maakt veel gebruik van dit soort materialen om extra effecten te krijgen. Vaak ook op hele ongebruikelijke manieren. Ik heb een keertje een juweel met haar gefilmd en dat was ook, dat ging ze helemaal opbouwen met die opalen en er kwam toen zoveel overheen dat je dacht waarom. Maar ja, als het je dan ziet glanzen, dan denk ik ja, daarom. Daarom dus, ja. Die hele kleine highlight. Tuurlijk is dit niet echt heel erg draagbaar. Maar je zou het kunnen verdelen in plaats van op een lange nagel, juist in de breedte over de nagels, om een soort slinger te krijgen. Tof. En als ik er naar kijk, denk ik ook een beetje een Chinese draak. Ja. Natuurlijk goed geluk brengt. Ja, en andere kleuren gebruiken. Ja. Het is bijna te betoverend om er nog over te praten. Ja, het valt helemaal stil, hè? Ja. Nu is er die randen van dat lichaam, of van die nek,
met die witte acryl dus aan het detailleren, ja. Maar ook aan het afronden. Waardoor je dus een soort overloop krijgt van dat geel naar dat oranje en dan via roze naar die witte... Ja, echt geweldig. Jeetje. Nou, liggen er verschillende bolletjes klaar. Wil je dat nog? Oké. Ze begint nu met de bovenkant van de vleugel. Dus het is eigenlijk een gestrekte vogel. Ja, hè? Ja, dus ja. Één vleugel omhoog en één vleugel naar beneden. En dus ik denk dat moet je dat ook wel dit... snel doen, want ik neem aan dat ze hier ook weer die masking dan in gaat doen. Ja, en je ziet ook dat ze blijft mengen op dat palet. Ja. Dus dat is wel interessant. Dus echt ik heb nog nooit zo gewerkt met mijn acryl. Nee, ik zou er ook niet over nadenken om het zo te doen. Je moet natuurlijk wel, als je dit doet, opletten dat je bij de cuticle dun blijft werken. Hè? Ja. In ieder geval of van de cuticle wegblijven. Mm-hmm. Want anders laat het los. Even lekker doorknijpen. Het leuke is, zodat je dat mesh natuurlijk een heel klein beetje beweegt, krijg je een beetje langgerekte vorm. En dat lijkt inderdaad wel heel erg op een veertje. Nou, gelijk het schaduw aanbrengen. En weer een highlight. En ook weer echt dat veergevoel nog extra. Ja. En ze is ook wel moedig, hè, om alles neer te leggen zo achter elkaar. Ja. Voordat ze begint te separeren en het relief erin te brengen. Ja, maar dat bewijst alleen maar weer dat zij het product gewoon heel goed kent. En weet tot hoe ver ze kan. Kijk, want nu gaat ze dan het product manipuleren of uitduwen. Nou, echt. En hatsenflatsen, gaan we weer. Jeetje. En dan gaat ze naar beneden toe. Ja, ze krijgen ook echt wel meer lagen, hè? Ja. Ja, ik zou dan toch denken bij mezelf van, oh jee, als dat nou... Je moet natuurlijk opletten dat je daar niet mee in die andere massa komt. Nee, je moet ook echt wel goed droog zijn al. Volgens mij laat ze de mesh ook even zitten als ze hem in heeft geduwd. Om te zorgen dat als ze het omhoog trekt, dat hij toch die een beetje deuk erin blijft houden. Of dat die kanteling. Mm-hmm. En dan gaan we wat highlights aanbrengen. Weer. Ja, dan krijg je echt een verhoging. Heel bijzonder. En nog steeds vrij plat. Ja. Dus niet heel hoog of heel ondraagbaar. Daardoor. Ja, de nagel zelf is misschien wat ondraagbaar, maar... Nou, dat heeft ze al de onderste kant al gedaan. En nu weer die laag erbovenop. Het zijn ook echt lekkere knalkleuren. Ja, en dat zijn zeker niet de makkelijkste kleuren om mee te werken. Dat wil ik er nog wel even aan toevoegen. Daarom kan ze het ook op het palet leggen, want dit zijn kleuren die drogen behoorlijk langzaam. Ze heeft crushed opalen heeft ze erin gedaan, hè? En nu komen er de awesome crystals. Ja, super cool. En dan gaat ze ook nog iets geks mee doen. Mooie rhinestones. Ja, koninklijk, dat woord dat jij net gebruikte, dat is wel echt passend voor dit. Ja. Echt super gaaf. En ik vind het echt gewoon heel erg mooi dat ze dan dat groen op die ondergrond heeft. Ze gebruikt eigenlijk die strafstenen om dat te verlengen, hè, dat lichaam te verlengen. Ja. Ook weer slim. Aquacolors. Oké. Om nog meer kleur. Ja, her en der deppen. Om een beetje, kleur. Ja, het krijgt meer kleurnuance, hè? Ja. Je gebruikt het nu echt als een soort inwasinkt. Ja, maar dat is wel een leuk effect. Ja, ja, zeker. En dan werkt ze nu vanaf het palet met de aquacolors, gemengd. En daar brengt ze dan de hele fijne details aan. En wederom met de detailen 3. Ja. Glass gel polishes. Ja, die kunnen ook niet ontbreken. Oh. Oh, wat gaan we doen? Ja, die stenen. Oh, dat is mooi. Ja, daardoor past het wel helemaal meteen bij het lichaam. Hè? Het wordt helemaal aan elkaar verbonden. Jeetje. Echt, echt prachtig. Oh ja, die misten we nog hoor. Ja. Oh, ook nog. Ja, natuurlijk. Ja. Oké, dan gaan we daar. Oh ja. Heb je nog iets meer highlight? Ja. En door die neon dan blijf je toch een beetje in diezelfde kleurnuances. Echt, met die neonpigmenten kun je ook zoveel, hè? Ja. Wauw.
Oh, 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 jeetje. Oh, wat mooi. Rise like a phoenix. Oh, geweldig. Moet meteen denken aan Conchita Wurst.